Hoe gaat het met je? Druk? Hoort u dat ook wel eens? Misschien zeg je het zelf wel. Althans, ik betrap mezelf er nog wel eens op dat ik dat antwoord als me die vraag gesteld wordt. Hoe gaat het met je? Je zegt niet gauw, nou ja, zo'n gangetje. Of lekker rustig. Want wie wil nou de suggestie wekken dat je lui bent? Maar gemeente, ondertussen lijkt ons leven steeds meer op een speedboot. Ik heb dat niet van mezelf, dat beeld. Ik kwam dat beeld pas tegen bij de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter. Het leven vandaag lijkt steeds meer op een speedboot. En hij zegt, die speedboot heet Tina. Afkorting voor There is no alternative. Er is geen alternatief. Het kan niet anders. We moeten wel, we kunnen niet meer stoppen, lijkt het soms wel. Ik zal u even het hele citaat geven wat ik bij hem las. Die speedboot vaart heel snel. Voor op de boot staan blitse jongens in dure pakken, met hun haren in de weg, flessen champagne leeg te spuiten, terwijl hun mooie vrouwen kirren van plezier. Maar achteraan vallen mensen uit de boot, omdat het zo snel gaat en er geen relingen zijn. Door het geraas horen de succesboys dat niet. En achter die speedboot varen wij, de psychiaters en de psychologen, in rubberbootjes. Wij vissen de overboord gevallen sukkelaars op en geven hen weer droge kleren. Ik vond dat een treffend beeld. De sterkste overleven, maar hoeveel mensen vallen vandaag niet overboord? Omdat ze het gewoon niet meer bij kunnen houden. Omdat het te snel gaat, het leven vandaag. Er zit geen stop meer op. Het lijkt wel nooit meer genoeg. 24-uurs economie, 24/7. En de aarde kreunt ondertussen uit zijn voegen. En de mensen vaak ook. Psychologen en hulpverleners kunnen de vraag nauwelijks meer aan. Ik weet niet of u het las afgelopen week. Kwam het in het nieuws. Bijna de helft van de meisjes in Nederland heeft mentale problemen. Een paar maanden geleden, 1 op de 7 jongeren zit in de hulpverlening. Hoe komt dat? Heeft alles te maken met waar wij vanmiddag bij stilstaan. Wij hebben geen rust meer. Het gaat vanmiddag, gemeente, over het 4e gebod. En je denkt misschien, ja, wat zou zo'n gebod nou voor betekenis kunnen hebben in die speedbootwereld van vandaag? Nou, gemeente, meer dan u denkt. Want dit gebod van de Heer laat ons vanmiddag zien, God is een God die ons rust gunt.